Dag beste Berkelanders, donderdagavond Spilbroekhal in Neede en de dieren worden allemaal binnengebracht. En hier staat al iemand met een haan of niet? Dit is een haan of niet? En wie ben jij? Rick. Rick, en wat is jouw achternaam? Sleekhoos. Hey, doe je voor het eerst mee of? Met de barnacles. Dit is dit jaar voor het eerst in Bulsmoed vorig jaar. Ja, ja. En heb je hem zelf verzorgd? Ja. Ja? Heb je nog meer dieren dan? Nog meer kippen? Ja, daar nog drie en ja? Dan nog Wilsumus. Oké. En dan mag dit hokje in? Ja. Dan mag dit hokje in? Ja. Ook een hele bekende Berkelander. Doet u ook weer mee met de show? Ja, ik heb ook een paar kippen weer ingestuurd. Ja? Bij Welsumer kippen. En hoeveel dieren? Wat voor dieren? Welsumer kippen. Welsumer kippen. Stel daar wat de jongens hebben. Ja, die hebben een paar jaar terug wat eieren van mij opgehaald. En daar zijn ze mee begonnen. Dus dat is heel leuk. En daar is dit uitgekomen? Nee, wat 2 jaar terug al. Dit zijn bannenvelders. Oh, okay. Dat is een andere ras. Ja, ik heb niet zoveel verstand van dieren. Ja. Maak allemaal maar lawaai en als mijn eieren leggen. Ja, ja, ja. Dat is het belangrijkste. Nou, hij zit erin. Moet je ze ook nog verzorgen? Hm? Moet je ze ook nog verzorgen? Of gaan, doen ze dat hier? Doe ze zelf. Doen ze zelf, ja? Op de film. Goeiedag. Ja. We zijn van Nieuws uit Berkeland. U komt een paar dieren brengen voor de show. Ja. Doet u voor het eerst mee? Nee, dit is al jaren. Al jaren. Ja. Waar komt u vandaan? Dinxperlo. Dinxperlo. En dan helemaal naar Neder om mee te doen met... Ja, dat zijn onze vaste shows. En daar hoort Neder ook gewoon bij. Ja. Ja, dat zijn eigenlijk wel de shows waar je elk jaar weer naartoe gaat. Ja. Je hebt hier een conventie zitten. En wat van dier heeft u gebracht, een konijn? Ik heb een kleurwerk en dit is de kleur otter. Otter? Een otter, kleurslaag. Ja, ja. Heeft u wel eens prijzen gewonnen hier in Neder? Ja, ook wel. Ja? Ja, ik heb ook wel de beste zin. Kijk, ik heb ook nog veel zin hier uit. Oh, er zit nog meer in. Oh ja. Kijk. Zo worden ze naar de tentoonstelling gevoerd. Lekker compact op elkaar, hè? Nou, compact, ze hebben niet fijne ruimte genoeg. Dit hoort er gewoon bij. Ja. Zo, een mooie manier om toch je dieren mooi te vervoeren. Ja. Ja, succes! Ja, dankjewel. Je bent wel heel aandachtig aan het kijken. Ja. Waar kijkt u naar? De staat moet even goed gelegd worden. Goed gelegd worden. Doet u al langer mee met de show hier in Nederland? Deze zijn van mijn vader. Van je vader? Ja. Oké. Okay. Ik help hem er even bij. U helpt hem bij. En waarom doet u dat, het uitvouwen? In de hoop dat ze, als de staten goed liggen, dan tonen ze zich beter. En dan hopen we een betere beoordeling te kunnen krijgen. Ja, ja. En waar komt u vandaan? Vraag hem maar. Uit Neder. Uit Neder. Heb je al vaker prijzen gewonnen? In het verleden, ik als jeugd wel. Ja. En vervolgens heeft mijn vader dat overgenomen. Ja, ja. En die heeft ook prijzen gewonnen, ja. U staat er al op, meneer. Ja, dat is mooi. U bent de technische man van de show. Ja, nee. We doen het in principe samen. Alleen, de een doet dit, de ander doet dat. Ja. Dus ik...
Ik verzorg dan meestal de opbouw. Verloopt naar wens allemaal? Ja, prima, ja? Dacht ik. Hoeveel dieren zijn ingezonden in totaal? 1134, hè? 1134. En dan morgen de keuring? Morgen de keuring. En dan zaterdag prijsuitreiking, zaterdagmorgen? Ja, zaterdagmorgen. En officiële opening. Ja. En dan kunnen mensen hier lekker rondwandelen? Ja. Om de dieren te bekijken? Ja. Ja. Succes. Ja, dankjewel. Ja, 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 ja